Heeft de plaats gemaakt voor geduld. Hier komt dan de dieptepaas. Is het geen buitenspel? Dan is het 2-1 voor AZ. De Vlauw vraagt voor de tweede paal. Is een goede voorzet en het doelpunt. Uitstekende goal. Gekeerd door FC Groningen. Maar volgens nog de duur. Oh, hier is het al 2-0. Dat gaat snel. De wit. Hij kan gewoon in de richting van Letcher gaan. Daarachter zelfs nog de wit. En die plaatst hem schitterend in de verre hoek. Mietje. Goeie paas. Gudmundsson moet gaan scoren. Gudmundsson en dat doet hij. Het is 2-0 voor AZ. Mietje heeft al gezien waar de bal naartoe moet. Want hier ligt ruimte voor Karlsson. 2-1 als AZ het goed uitspeelt. Wordt het 3-0. Karlsson doet het zelf en scoort prachtig. Koopmeiners is nu even linksbuiten. Komt met een goede voorzet. Zegt prachtige bal. En een schitterende goal. Wat een beauty van Gudmundsson. En daar is het 1-0 al. Dat is vroeg. Karlsson. En daar is het wel 2-0. Daar is hij dan toch. Op Karlsson. Karlsson dan naar Boadu. Nu moet het dan met links doen. En dat kan dus ook. Koopmeiners met de assist. Schop richting de tweede paal. En Koopmeiners, dan zit hij erin. Is dit geen buitenspel van Martin Zindy? Nou. Karlsson. Rechts gaat Sugawara. Verdien hem dan ook. En dan komt die bal prima uit voor Sugawara. Op drommel af. En hij jaagt hem binnen ook. Zo kan hij er alsnog in. Is het weer Koopmeiners. Stenks. Aardige plek. Stenks kan het afmaken en doet dat. Schitterende goal. Dan staat de bal zo aan de voeten van Mietje. Dan staat er ruimte voor Kelvin Stenks. Kan hij nog een keer? Zou hij kunnen uithalen? Stenks en die schiet er binnen ook. 2-1 voor AZ.